Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Dag, juf Roos. La 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 la. Rap rap Gijs, wat is er met je aan de hand? Je kijkt zo sip. Ik verveel me zo, juf Roos. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Verveel je? Dat kunnen we toch heel makkelijk oplossen? Wat dacht jij van tekenen? Nee. Voetballen buiten? Nee. Samen een liedje spelen op de gitaar? Nee, dat is het niet. Een hut bouwen? Nee. Weet jij wat ik gisteren gedaan heb? Ik ben met de bus naar tante Jans geweest en dat was heel leuk. Ik mocht eerst een kaartje kopen, zo, bij de buschauffeur. En toen mocht ik op het stopknopje drukken. Met de bus? Met de bus. Ja. Ik weet het. Gijs, wat ga je doen? Gijs? Hey, Gijs. Tada! Wauw, een buschauffeur op bezoek. Een echte buschauffeur op bezoek. Maar dan moeten we natuurlijk ook een bus hebben. Ik weet ook nog een heel leuk liedje over een bus. Zingen jullie mee? Dag mevrouw, wilt u met de bus meerijden? Graag, buschauffeur. Stapt u maar in. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaat rijden. De deuren van de bus gaan open en dicht, open en dicht, open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht, als de bus gaat rijden. De lichten van de bus gaan aan en uit, aan en uit, aan en uit. De lichten van de bus gaan aan en uit, als de bus gaat rijden. De wissers van de bus gaan heen en weer, heen en weer, heen en weer. De wissers van de bus gaan heen en weer, als de bus gaat rijden. De buschauffeur zegt dag, 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 dag. De buschauffeur zegt dag, 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 als de bus gaat rijden. Als de bus gaat rijden. Dat was leuk. Ga jij ook wel eens met de bus? Zing dan volgende keer het liedje en misschien zingt de buschauffeur wel met je mee. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dat was weer een mooi verhaal van juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag! Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag! Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten
voor een mooi verhaal van juf Roos. Al het water is op. Ik snap er helemaal niks van, juffrouw. Hoe bedoel je? Ik was het zwembadje aan het bijvullen en plotseling, bam, al het water op. Ach, wel nee, het water is niet op. Er is denk ik een probleem met de waterleiding. Dan moeten we even buurman Hendrik bellen om te zeggen dat hij het zo snel mogelijk in orde brengt. Buurman Hendrik, die is brandweerman. Die gebruikt alleen water om brandjes te blussen. Oh. Wat wij nodig hebben, Gijs, is een loodgieter. Een loodgieter? Oh, nou, dan weet ik wel iemand. Gijs? Wat ga je... Gijs? Hey, Gijs! Gijs? Tada! Wauw, een loodgieter op bezoek. Een echte loodgieter op bezoek. Met tangetjes en dopsleutels voor al uw waterprobleempjes, mevrouw. Laten we dan gauw buiten gaan kijken wat er aan de hand is. Dag, juf Roos. Ik hoor dat u geen water heeft en dat u nu emmertjes water moet halen. Dat klopt, loodgieter. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De meisjes op de klompen, de jongens op hun houten been. Rij maar door mijn straatje heen. Van je ras, 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 rijdt de koning door de plas. Van je voort, 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 rijdt de koning door de poort. Van je erk, 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 rijdt de koning door de kerk. Van je één, twee, drie. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De meisjes op de klompen, de jongens op hun houten been. Rij maar door mijn straatje heen. Van je ras, 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 rijdt de koning door de plas. Van je voort, 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 rijdt de koning door de poort. Van je erk, 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 rijdt de koning door de kerk. Van je één, twee, drie. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De meisjes op de klompen, de jongens op hun houten been. Van je erk, 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 rijdt de koning door de kerk en van je... Eén, twee, drie. Kijk, Gijs. Er zat een knoop in je tuinslang. Dat was het probleem. Oh. Fijn dat het is opgelost. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dat was weer een mooi verhaal van juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag. Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag! Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van juf Roos.
Au. 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 Hé, hey, Gijs. Hé, hey, juffrouws. Ik ben zo ontzettend moe, juffrouws. En ik heb overal pijn. Oh, nou. Kom. Au, au. Au. Oh. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben blij dat ik even zit in ieder geval. Ben je soms gevallen? Nee, ik heb gevoetbald, juffrouws. Ik moest rennen. Oi, 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 oi. En de bal ging helemaal weer naar de andere kant. Moest ik daar weer heen rennen. Kwam de bal van boven. Moest ik koppen. En ik moest schoppen. En ik moest springen. En ik moest glijden. En dan ging de bal weer naar de andere kant. Moest ik daar weer helemaal heen rennen. En nu, juffrouws, heb ik hier pijn. En ik hier. Hier pijn. En ik heb hier pijn. Ja, dat is niet zo best, Gijs. Want weet je, echte voetballers, die maken heel veel doelpunten en die zijn bijna nooit moe. Ja, maar ik heb ook best wel veel doelpunten gemaakt, hè? Ja, dat is heel mooi. Maar ben jij wel fit genoeg? Fit? Ja, echte voetballers, die trainen elke dag en die bewegen heel veel. Die zijn zo sterk als een olifant, zo snel als een trein en die zijn hartstikke fit. Wow, zo snel als een trein en zo sterk als een olifant. Mm-hmm. Echte voetballer. Een echte voetballer. Dat is het. Ja. Oh, Gijs. Ik dacht dat jij zo'n pijn had overal. Ja, ja, ja. Au. 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 Gijs? Wat ga je doen? Gijs? Gijs? Hey, Gijs. Gijs. Roos, vangen. Oeh. Kijk eens, juffrouws. Ik ben een echte voetballer geworden. Wauw, een echte voetballer. Een echte voetballer met noppen onder mijn schoenen en een bal. Die moeten heel veel bewegen. Waar had je ook alweer pijn? Ik heb pijn aan mijn hoofd, schouders, knie en teen. Daar weet ik wel wat op. Gaan jullie mee? Dan gaan we Gijs even goed laten bewegen. Hoofd, schouders, knie en teen. Daar ken ik nog wel een leuk liedje over. Zingen jullie mee? Dag, juffrouws. Ik heb echt nog overal pijn. Welke oefeningen gaan we doen? Let op. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Hoofd, schouder, knie en teen, pam. Kijk, juffrouws, ik ben weer helemaal fit geworden. Als een echte voetballer. Willen jullie net zo fit worden als Gijs? Zing het liedje dan nog een keer met ons mee. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag. Dat was weer een mooi verhaal van juffrouws. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag. Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag. Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos.
Er kunnen hier gevaarlijke dieren zitten, juffrouw. Gevaarlijke dieren? In mijn molentje? Ik zag namelijk dat boer Klaas een hele grote kooi heeft gebouwd. Och, ja, die kooi, Gijs. Die is zo ontzettend groot. En ik denk dat daar wel 3 leeuwen in passen. Gijs, die kooi die is niet voor leeuwen. Die is bedoeld om zijn schapen bij elkaar te houden. Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk dat die voor de leeuwen is. En die leeuwen die zouden hier wel eens in dit molentje verstopt kunnen zitten. Gijs, er zitten echt geen leeuwen in mijn molentje. Sorry. Echt niet? Echt niet. Maar Gijs, je kan toch alsnog met je verrekijker op pad gaan? Je zult zien dat er hele mooie dieren te vinden zijn. Ja, dat is een goed idee, juffrouw. Ik ga meteen. Oh, ja, maar Gijs, wacht. Je kan toch niet zo op pad gaan in deze kleren? Die vallen hartstikke op. Dan zien de dieren je meteen en dan schrikken ze en dan rennen ze weg. Ja, oké, maar juffrouw, wat moet ik dan aan? Je zou je bijvoorbeeld kunnen omkleden. Wat dacht je van je bruine jas? Dan ga je zo achter een boom staan en dan ziet niemand je. Ja, ik weet het. Gijs. Tadaa, kijk eens juffrouw, ik ben een echte Indiaan geworden. Wauw, een echte Indiaan. Een echte Indiaan, juffrouw. En nu kan ik heel voorzichtig door de bossen sluipen. Wauw, wat zie je er mooi uit. Gaan jullie mee op zoek naar de dieren in het bos? Juffrouw. Kijk, daar. Ik zag 2 beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Het was een wonder boven wonder. Dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ik stond dat die beren smeren konden. Gijs en ik hebben heel veel dieren gezien. Willen jullie nog meer spannende dieren zien? Ja. Ga dan snel op zoek en zing het liedje nog een keer met ons mee. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag. Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag. Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag. Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten
voor een mooi verhaal van juf Roos. Ik wil graag op vakantie, juffrouw. Yes! Ik zie het al helemaal gebeuren, hè? Zandkastelen bouwen en zwemmen in de zee. En bommetjes maken in een zwembad. Bam! Gijs, wat een goed idee. Yes. Mag ik mee? Ja, ja, superleuk idee, juffrouw. Maar we gaan wel nu meteen. Ja, kom! Maar wacht, Gijs. Hoe gaan we dan? Hoe gaan we dan? Hoe gaan we dan? Hoe gaan we dan? Hoe gaan we, wat bedoel je precies? Nou, hoe gaan we dan op vakantie? Mijn oude autootje rijdt echt zo ver niet meer, hoor. En daar past die grote koffer van jou echt niet in. Dan gaan we op de fiets. Ja, dan ga ik achterop. Dat is superleuk, juffrouw. Kom, we gaan meteen. Kom. Op de fiets. Dat past toch nooit? En dan komen we echt niet verder dan de haven. Ja, nou ja, ik kan nu ook echt niet meer langer wachten. We moeten nu gaan. Ik zie het echt al helemaal voor me, hè. Ik met mijn voeten in het zand en met een ijsje in mijn even hand. Even denken. Ik heb een goed idee. Misschien kunnen we de boot van buurman Hendrik lenen. Die ligt in de haven. De boot? De boot? Mm-hmm. Ja. Ik weet het. Oh, de Gijs. Gijs, wat ga je doen? Kijk eens, juf Roos, ik ben een echte kapitein. Wauw, een echte kapitein. Een echte kapitein, mevrouw. Alle bemanning aan boord, klaar om te vertrekken. Ahoy, kapitein. Gaan jullie mee naar de haven? Ik ken nog een leuk liedje over een boot. Zingen jullie mee? Dag, juf Roos. Waar wilt u naartoe? Dag, kapitein. Kunnen we die kant op? Dat is naar Zuid-Laren. Kom maar aan dek, mevrouw. Er is ruimte genoeg. Berend Botje ging uitvaren met zijn scheepje naar Zuid-Laren. De weg was recht, de weg was krom. Nooit kwam Berend Botje meer om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Berend Botje ging uitvaren met zijn scheepje naar Zuid-Laren. De weg was recht, de weg was krom. Nooit kwam Berend Botje meer om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Amerika, Amerika. Eén keer in de ronde van je hop, sa, sa. Amerika, Amerika. Twee keer in de ronde van je hop, sa, sa. Drie keer in de ronde van je hop, sa, sa. Ik vond het echt een fantastische vakantie, juffrouw. Wat hebben we mooie avonturen beleefd, hè, Gijs? Gaan jullie binnenkort ook op vakantie? Zing dit liedje dan nog een keer met ons mee. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag! Dat was weer een mooi verhaal van juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag! Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer.
Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Gijs, wat heb je gedaan? Wat ben je vies? Het was echt zo leuk vandaag, juffrouw. Ik mocht boer Klaas helpen op de boerderij. En toen mocht ik koeien melken. En ik mocht op de trekker rijden. En ik mocht zelfs de paarden eten geven. Oh, wat aardig van jou, Gijs, om boer Klaas te helpen. Ja. Want weet je, paarden moeten elke dag verzorgd worden. Ja. Oh, Gijs, nou, kijk nou toch. Ook. Wist je, juffrouw, boer Klaas die heeft 7 paarden. 1, 2, 3, 4 grote en 1, 2, 3 kleine. Dat is 7. Ja. En die grote die waren het mooist, hè? Juf Roos, die hadden zulke dikke poten. Oh, Gijs, wat goed. Ja. Maar paarden hebben geen poten, die hebben benen, zoals wij. Echt waar? Ja. Wow. Weet je wat ik nog wel een keer zou willen doen, Juf Roos? Nou. De hele dag paard rijden. Dan ga ik op het paard naar school en ga ik op het paard naar voetbal. Ga ik op het paard op bezoek naar tante Beb en oma Kees. En dan ga ik op het paard naar zwemles en ga ik op bezoek bij jou op het paard. Ja, vroeger had iedereen een eigen paard. Toen waren er nog geen fietsen en auto's. Iedereen op het paard? Ja, dat was in de tijd van de ridders en jonkvrouwen. Ridders? Mm-hmm. Ja, ja. Gijs, wat ga je doen? Gijs? 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 Hé, Gijs! Tada! Kijk eens, juffrouw Roos, ik ben een echte ridder. Wauw, een echte ridder! Een echte ridder, mevrouw. En nu rijd ik de hele dag op mijn paard en ik red allemaal mensen met mijn zwaard. Zullen wij dan maar eens een eindje gaan rijden? Gaan jullie mee? Ik geloof dat ik nog wel een leuk liedje ken over paardrijden. Zingen jullie mee? Dag, jonkvrouw Roos. Wilt u achterop? Dan gaan wij een stukje rijden. Nou, graag, ridder. Hop. In galop, over hekken, sloten, henen, maar voorzichtig, breek geen benen, hop, 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 paardje in galop. Hop, 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 paardje eet geen stro, zal het paardje haver kopen, dat het in galop kan lopen, hop, 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 paardje eet geen stro. Paardje in galop. Oh, ik vond paardrijden vind ik echt het leukste wat er is, juffrouw Roos. Het was leuk, hè, Gijs? Mm-hmm. Zouden jullie ook wel eens ridder of jonkvrouw willen zijn? Zing het liedje dan nog een keer mee. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag.
Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag. Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag. Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Hop, hop, hop. Hop. Nou, hey Gijs, wat ben je aan het doen? Ik heb echt een supergoed plan, juffrouw. Oh? Ik was weer wat vergeten thuis. En dan denk ik, als ik dan gewoon een rails aanleg, van helemaal daar, helemaal hier naartoe, dan kunnen we altijd spullen naar elkaar toe blijven brengen. En wat was je vergeten dan? Blokfluit. Ah. En ik heb straks muziekles in het dorp. Muziekles? Ja. Wat leuk. Mm-hmm. Maar is het niet handiger als wij gewoon even samen jouw blokfluit gaan halen? Ach, dan heb ik de hele rails voor niks gelegd, juf Roos. En weet je wat het is? Ik wil gewoon heel erg graag met de trein rijden. Ah, maar waarom gaan wij dan gewoon niet samen met de echte trein? Die komt over een half uurtje langs en dan zijn we ruim op tijd. Met een echte trein? Ja. De conducteur controleert dan onze kaartjes. Conducteur? Mm-hmm. Van die, met die knipding? Ja, die... Ja! Ja, 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 wacht. En Gijs? Gijs? Gijs, wat ga je doen? Gijs? 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 Kijk eens, juffrouw, ik ben een echte conducteur. Wauw, een echte conducteur. Een echte conducteur, mevrouw. Met een knippertje en een fluitje. Laten we dan snel naar het station gaan, anders missen we de trein. Oeh. Gaan jullie mee? Ik ken nog een leuk liedje over een trein. Zingen jullie mee? Dag, juf Roos. Wilt u met de trein mee rijden? Jazeker, conducteur. Hier heeft u mijn kaartje. Dat is helemaal in orde, mevrouw. Stapt u maar in. Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte, stonden zeven wagentjes netjes op een rij. En het machinistje draaide aan het wieletje. Hakken, hakken, puf, puf, weg zijn wij. Op een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte, stonden zeven wagentjes netjes op een rij. Dat was een mooie treinreis. Gaan jullie ook wel eens met de trein? Zing dan dit liedje nog eens mee. Dag jongens, tot de volgende keer. Dag!
Dat was weer een mooi verhaal van juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag! Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag! Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van juf Roos. Wat heb jij meegenomen? Oh, juf Roos, ik heb echt een groots avontuur beleefd. Wat heb je beleefd dan, Gijs? Nou, kom op. Ik ben hartstikke nieuwsgierig. Gisteravond, hè, was ik bij opa Jacob op zolder. Ja. En dan vond ik achter een luik deze schatkaart. En op deze schatkaart staat precies waar de schat begraven is. En toen ben ik bij volle maan om klokslag 12 uur ben ik naar buiten gegaan. Naar de dijk. Lopen, 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 lopen. En daar was de vuurtoren en ik precies 5 stappen van de vuurtoren begon ik te graven. Graven, juffrouw, graven, graven, graven. Totdat ik 10 meter diep was. En toen vond ik deze schatkist, juf Roos. Wauw. Gijs. Ik kan gewoon bijna niet geloven dat je deze schatkist hebt ontdekt. Ik kan het ook bijna niet geloven, maar het is echt waar, juf Roos. Zullen wij eens kijken wat erin zit? Ja. Wow. Wow. Oh. Ja, en allemaal munten, juf Roos. Moet je zien. Kijk, wauw. Wow. Kettingen. Oh. Wow. Een echte haak, juf Roos. Oh, van wie zou dit allemaal geweest zijn? Ja, 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 ja. Gijs, Gijs, wat ga je doen? Gijs? Gijs? Kijk eens, juf Roos, ik ben een echte piraat geworden. Wauw, een echte piraat. Een echte piraat, juf Roos. Ik bevaar met mijn piratenschip de 7 zeeën. En ik beleef de meest grootse avonturen. Wauw. Maar een echte piraat heeft ook altijd een trouwe papegaai. Gaan jullie mee naar het piratenschip? Ik ken nog een leuk liedje over een papegaai. Zingen jullie mee? Dag, juf Roos. Wat vind je van mijn papegaai? Het lijkt wel of hij slaapt. Zullen we hem iets te eten geven? Dan wordt hij misschien wakker. Papegaaitje, leef je nog? Iadea. Ja, meneer, ik ben er nog. Iadea. Ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. Papegaaitje, leef je nog? Iadea. Ja, meneer, ik ben er nog. Iadea. Ik heb mijn appel opgegeten en mijn peertje laten staan. Iadea. Poef! Papegaaitje.
papagaantje, leef je nog? Ia, dea. Ja, meneer, ik ben er nog. Ia, dea. Poef. Juffrouws, ik vond het echt een fantastisch avontuur. Ja, en Gijs? Hebben jullie ook wel eens een schatkaart gevonden? Zing het liedje nog een keer mee en misschien vind je wel een echte schat. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag! Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag! Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag! Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Hey, Gijs, wat ben jij vrolijk? Komt door de lente, juffrouws. Heerlijk, hè? Als de winter weer voorbij is en de zon weer gaat schijnen. Juffrouws, ik heb de hele middag heb ik op het veldje gevoetbald met de zon in mijn gezicht. Oh, dat was zo lekker, hè? En ik zag de eerste bloemetjes alweer. En ik hoorde overal vogeltjes fluiten. Kijk, juffrouws. Eenden. Oh. Ganzen. En een ooievaar. Oh, ja, wow. Ja. Ik hoor ze ook, die vogels. En het ruikt zo lekker buiten. Het lijkt wel alsof die vogels net zo blij zijn als wij. Ja, die vogels die zijn blij omdat ze terugkomen uit de verre warme landen. En vliegen ze dat stuk helemaal terug dan? Ja, vogels kunnen heel lang vliegen. Soms vliegen ze wel dagen achter elkaar. Soms zou ik ook wel willen dat ik een vogel was. Ja. Ja, 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 ja. Gijs? 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 Gijs, wat ga je doen? Gijs? Tadaa! Kijk eens, juffrouws, ik ben een echte piloot geworden. Wauw, een echte piloot. Een echte piloot, juffrouws. Helemaal van Amerika. En als jij zin hebt, juffrouws, om een klein stukje met mij mee te vliegen, dat is altijd goed. Graag, piloot. Gaan jullie mee? Dan gaan we een stukje vliegen. Ik ken nog wel een leuk liedje over een helikopter. Zingen jullie mee? Hi, juffrouws. Vlieg je met me mee in mijn helikopter? Graag, piloot. Ik heb altijd al in een helikopter willen vliegen.
Vliegen is zo fijn. Vonden jullie het leuk om met ons mee te vliegen? Doe maar net of je een piloot bent en zing het liedje nog een keer. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag! Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag! Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer. Dag! Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Hoi Gijs! Hallo juffrouw! Het is weer een mooie nieuwe dag. Het is inderdaad een hele mooie speciale dag. Nou, inderdaad. Het is mooi weer, de zon schijnt, het is lekker warm buiten. Nee, dat bedoel ik niet. Nou, wat bedoel je dan? Nou, dat het vandaag een hele mooie dag is om iets leuks te doen. Maar we doen toch altijd leuke dingen in mijn molentje? Ik bedoel dat het vandaag een hele mooie, speciale dag is. Oh, jij bedoelt dat je mij gaat helpen vandaag? Nee, dat bedoel ik niet. Oh. Nee. Hm. Laat me zitten dan. Oh, nou ja, oké. Okay. Jongens, ik weet heus wel dat Gijs jarig is, hoor. Zullen we hem verrassen? Ik heb een heel goed idee. Let op. Gijs! Gijs! Ja, juffrouws. Kom je naar beneden? Nee, ik blijf even hier. Ah, kom nou, Gijs. Ik heb een verrassing voor je. Oké, kom maar aan. Verrassing! Gefeliciteerd met je verjaardag! Wow, wat een verrassing, juffrouws. Ik dacht dat je mijn verjaardag echt vergeten was. Natuurlijk niet, Gijs. Wow, wat een mooie taart. Mm-hmm. Ja. En ik heb zelfs een eigen stoel. Een versierde stoel. Ja, wacht. Ja, ik weet het. Wacht, kom. Gijs, wat ga je doen? Gijs. Tada! Kijk eens, juffrouw Roos. Ik ben jarig! Wauw, wat zie je er mooi uit. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is Gijs. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Twee violen en een trommel en een fluit, want Gijs die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ei, 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 en we zijn zo blij, want Gijs die is jarig en dat vieren wij. Ei, ei. En bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een cadeautje. Voor mij? Alsjeblieft, Gijs. Oh, wauw, mooi ingepakt, juffrouws. Mm-hmm. Ballonnen. Wauw.
En echt, nou heb ik gewoon mijn eigen molen. Oeh. Juffrouw Roos, ik vond het echt een fantastische verjaardag. Wat was het een mooie dag, hè, Gijs? Mm-hmm. Willen jullie ook een keer iemand verrassen op zijn verjaardag? Zing het liedje dan nog eens mee. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag! Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag! Jongens, allemaal zwaaien. Tot de volgende keer.